Ze doen het wel vaker bij de Makro in Nijmegen. Vis fileren. Maar een heilbot van 161 kilo, dat komt niet elke dag voor. Ik werk bij Makro Nijmegen als senior vis specialist. Dat betekent dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor de afdeling. En in dat kader hebben we ook een schitterende heilbot kunnen kopen. Ik maak een grote diepe snee achter de kop. Om te beginnen met de filet. Daardoor komt de kop al redelijk los van de... Van de graad, laat maar zeggen. En ook ruimte om de filet dadelijk los te gaan snijden. Nou, een heilbot is sowieso een ontzettend mooie en lekkere vis. En die worden vaak vrij groot. En die worden ook regelmatig aangeboden door onze leverancier. Onze leverancier Den Heijer uit Scheveningen, daar hebben wij heel veelvuldig contact mee. Eigenlijk ja, gewoon dagelijks. En die hebben dan weer contacten in de viswereld. En die bieden ons aan, in dit geval, dat ze een heilbot konden kopen in Noorwegen. Van 161 kilo. We fileren de vis ook in vier filets. Twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant. En ik maak nu de middelste snede om daar te kunnen gaan beginnen aan de eerste filet. Nou, de exacte leeftijd van deze heilbot staat nog niet vast. Want dat zou je dan kunnen zien aan de gehoorsteentjes die erin zitten. Dus de leverancier die wil ook wel graag die kop weer terug. Want ja, uiteindelijk kunnen onze klanten daar niet veel mee. En dan gaat hij voor onderzoek weer terug naar Noorwegen. En dan hoor ik zo snel mogelijk wat daar de leeftijd is. Maar waarschijnlijk, als ik het zo'n beetje inschat, rond de 60 jaar. Maar in principe zijn alle platvissen hetzelfde. Of je nou een taalbot fileert, of een helbot fileert, of een scholletje fileert. Alles, ja, elke platvis is hetzelfde. Het is alleen wat groter. Wat groter en wat lomper, wat onhandiger. Maar wel veel mooier om te doen natuurlijk. Zo vaak wordt niet zo'n grote aangeboden. Het is vaak een bijvangst. De vissers die... Die vissen er niet specifiek op. Maar in dit geval kwam die ook in de buurt van de boot. En als iets van nou, die halen we toch even naar binnen. De ruggengraat in het midden zit. En vanaf daar kunnen we de ene kant van de filet eraf snijden. En de andere kant van de filet eraf snijden. En dadelijk precies hetzelfde als van omdraaien.